We kunnen pas beginnen als ik de voorzitter van de jury aan u heb voorgesteld. De 24 karaats feitenjuwelier Maarten van Gossem. Maarten Ben Knoop uit Vlaardingen vraagt het volgende. Maarten, zou je het op prijs stellen als er na je dood een straat, plein of laan naar je wordt vernoemd? Nou, ik heb er geen bezwaar tegen. Maar het kan me ook niet, vooral niet omdat het na mijn dood is. Dan kan het je sowieso toch geen reet schelen. Ja. En als er zo'n bordje dan staat, Maarten van Rossumstraat, en daaronder, wat moet er daar dan onder staan, historicus? Nee, jury, voorzitter van de slimste mensen. Ja. Dat begrijp je wel. Ja, ja. Dankjewel, Maarten. Joes? Bassie en Adriaan. Ja, Bassie en Adriaan, ja. Ja, 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 Basje. Ja, zegt dat jouw generatie nog veel? Ja, ja, ik heb ze ook nog wel in het circus gezien. Of één van hun in het circus live vroeger. Zijn het culthelden voor jou? Of? Ja, het zijn culthelden. Dat beschrijft het. Het zijn helden, maar wel echt culthelden. Ja, ja. En hoe is dat voor jou, Jan-Dirk? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, ik heb een decennium gehad waarmee ik ermee opstond. En, is dat zo? Ja, ja, ja. Heerlijk, Bassie en Adriaan. Ja, 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 zit alles in. Voor jou geldt dat ook? Ja. Ik was vooral bang voor de plaaggeest. Dat staat me bij. Ja. En ik vroeg me af, heb je bij die show toen ook zo'n teddybeertje gekregen? Was die van jou? Nee. Dat was een soort marketingtruc. Gaven ze een teddybeer bij binnenkomst, bij hun shows. Gaven ze een teddybeer. En dan na afloop mocht je hem of kopen of weer inleveren. Ja. Ja. Oh, sympathiek. Heel veel trauma's zijn daar gecreëerd. Ja, juist. Mooi. Ja, het waren speciale vrienden van Maarten, kan ik je melden. Ja. Ja. Zeg niks. Stel. Ik wist dat die verrekte Basje en Adriaan nog een keer voorbij zouden komen. Je hebt zo'n trits, hè? De Kardashians, Bassie en Adriaan en de Smurven. Ja. Ja, je zult toch geestelijk in het ongereden raken. Dan zit je in zo'n verpleeghuis en dan droom je elke nacht van Bassie en Adriaan die gaan trouwen met de Kardashians. En dat de hele kast vol zit met bewegende Smurven. Dat is pas erg. Ja, het kan nog veel erger, Maarten. Joes, waar staat de E voor in Einsteins beroemde formule E is MC kwadraat? Eenzaamheid. Nee. Jan-Dirk. Eureka. Nee, Tim. Energie. Energie, ja, juist. Ja. Tim, wat nee, is je een... Je moet wel even de hele formule dan opnoemen. Je kunt dit niet zomaar laten passeren. Oké, Maarten, ga je gang. De formule luidt, energie is gelijk aan massa met het kwadraat van de lichtsnelheid. En de lichtsnelheid is 300.000 kilometer per seconde. Dus als je dat kwadrateert, dan begrijp je niet wat een enorme energie door in relatief geringe hoeveelheden massa kan schuilen. Ja, nu is het helemaal helder. Dit is, Nee, maar ik wil nu begrijpen waar dat op slaat. He? Ja. Zeg Maarten, brand jij nooit je mond? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit mijn mond gebrand heb. Haha. Dus jij met de bitterballen, vooral tegenwoordig in Nederland, is dat ze op een schaal worden aangeboden. En is het dan minder dan een kwart bestaat uit bitterballen. En de driekwart bestaat niet waar, uit rare rommel. Nassieballetjes, vlammetjes, weet ik veel, gebakken potloden. Het kan van alles en nog wat wezen. En dan moet je ook maar opletten. In no time zijn al die bitterballen weg en dan liggen die gebakken potloden, die liggen er nog. Tja, ja. Ja, er is veel narigheid in de wereld. Jan-Dirk nog één. Marlène Dumas. Jazeker, ja. Nou, jullie weten veel meer van de moderne kunst dan van de Eerste Wereldoorlog. Zeg Maarten, die urinoir van Duchamp, dat is een statement. Wat wilde hij als het ware aantonen? Dat alles waarvan je beweert dat het kunst is, is kunst. Het wonderlijke is dat het heel typisch voor de kunstwereld... Dat ze eigenlijk het statement niet begrepen hebben, want dat zij... vervolgens zijn gaan denken dat die urinoir van hem dat de echte kunst was. Waardoor er een hele strijd is ontstaan
of dat ding er nog was. Of, en dat er meerdere urinoirs als zodanig zijn aangewezen. Dat je denkt, ze hebben dus niets begrepen van de oorspronkelijke bedoeling van de tentoonstelling van het voorwerp. Hmm. Alles is kunst. Als jij het kunst vindt, is helemaal geen probleem. Hmm. Met dank aan de vuurtoren van de Kenniskunst, de hele jury in één. Maarten van Rossum, dank voor het kijken en tot ziens!